Zeg Louis, wat gebeurt er hier allemaal vandaag? Wel, vandaag zijn we bezig met de opnames van de tweede Nachtwachtfilm. Ik ga iets verklappen. Hoe heet de film bijvoorbeeld? Wel, de film heet Het Duistere Hart. Maar wat dat Duistere Hart dan precies is, ja, dat ga ik nog niet verklappen. Want dan is het misschien al te stom om naar de film te gaan kijken, want dan weet je alles al. Dag Céline. Dag Veerun. En waar gaat de film eigenlijk over? Wel, ik mag eigenlijk nog niet te veel verklappen, maar zoals je misschien al wel gezien hebt, speelt het zich af in de elfenwereld. Dus er zullen heel veel elfjes in de film tevoorschijn komen. Dag Lauren, welke rol speel jij eigenlijk in de nieuwe film? Hallo, ik speel Aurel en dat is de zus van Kaelin. En ik ben eigenlijk raadgeefster van de koningin. Vandaag nemen we alles op in het Elfenrijk, dus waar ik vandaan kom, waar Kaelin eigenlijk ook vandaan komt. Dus de nachtwacht komt eigenlijk vanuit Scheremeer het Elfenrijk bezoeken. Hey Gio, ben je nog je tekst aan het oefenen? Ja, je moet je tekst natuurlijk goed kennen, hè? Van buiten. En ja, ook een beetje van binnen natuurlijk. Hè? Het is super tof. Er zijn veel nieuwe gastacteurs. Dat is ook altijd tof dat er wat nieuwe mensen komen. De nieuwe koningin is er! Dag Steven, dag Maaike. Wat doen jullie hier? Ik speel Haldur, dat is de opperlakei, dus de baas van de butlers. En ik speel de baas nog over de butlers en over alle elfen. Ik ben de koningin van de elfen. Wat vind je van mijn haar? Grappig. Ja, ik vind het ook leuk. Wie is aan mijn oren komen? Auw, auw. 3, 2, 1, 3. En wanneer komt de film uit? De film zal te zien zijn in de zalen 11 december. De andere acteurs ook op de set gevraagd, alsjeblieft. Wil je op de hoogte blijven van alle nieuwtjes? Abonneer je dan op ons kanaal en check deze video's.